Dit is een van de ambulances van Stichting Ambulancewens. Het goede doel dat jullie hebben gekozen voor de opbrengst van onze cd-veiling. Van cd van jou, cd van mij. Oprichter Kees Veldboer. Stichting Ambulancewens verzorgt wensen van niet-mobiele terminale patiënten. Dat betekent in gewoon Nederlands, mensen weten dat ze gaan overlijden, kunnen normaal gesproken het huis niet uit. Dat klopt, ja. Mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer, die helpen wij dagelijks. Dagelijks doen we op het ogenblik 4 patiënten hun laatste wens voor vervullen. En dat zijn echt mensen die heel ernstig ziek zijn, die heel vaak vrij kort daarna overlijden nadat wij ze geholpen hebben. Zij zijn de rolstoel voorbij? Zij zijn de rolstoel al voorbij. Rolstoelbusjes rijden genoeg in Nederland, maar ambulances om die zomaar te bestellen zeg maar, voor een ritje naar de buurt super, dat doe je niet, want het kost heel veel geld en wij helpen deze mensen gratis. En het bijzondere is dat er ook verplegend personeel meegaat. En we staan hier nu voor een vakantiehuis. Wat is dit? Ons Jan Boshuis. Dat is ons eigen vakantiehuis. Hier kunnen de mensen 3 dagen gratis verblijven. Inclusief de verzorging. Er blijven 2 vrijwilligers bij. Dat gaan de verpleegkundige en een chauffeur gaan ermee. En die verzorgen de mensen dus 3 dagen geheel kosteloos. En ik heb een afspraak met Lucia die op dit moment samen met haar man in dit huis verblijft. Ik moet je eerlijk bekennen dat dit voor mij ook geen alledaagse kost is. Stichting Ambulancewens vervult wensen van terminale patiënten. Dat klinkt natuurlijk mooi en het is ook mooi. Maar als je dan naast een van de cliënten zit van Stichting Ambulancewens, dan besef ik in één keer dat ik naast iemand zit die weet dat ze binnenkort gaat overlijden, Lucia. Ja, dat klopt. Ja. Dat is heel raar. Heel zwaar ook om dat te weten. Jullie wonen in Wees. Normaal gesproken kom je het huis helemaal niet meer uit? Nee, ik kan niet goed zitten in verband met de tumor. Ik heb sinds 3 jaar darmkanker die uitgezaaid is. En daardoor heb ik grote wonden en tumoren die uitsteken, waardoor ik alleen op mijn zij kan liggen. En een half uurtje in de rolstoel hou ik vol, maar dat is niet comfortabel. Dus dit was echt een uitkomst om even iets langer naar buiten te gaan en mijn huis eens uit te komen. Je mag 3 dagen gebruik maken van het Jan Boshuis. En daarbij zijn dan een ambulancechauffeur en een verpleegkundige met ons mee. En dan mogen we 3 dagen zeggen waar we heen willen. En we worden gereden met de ambulance en we gaan erop uit met de brancard. Ja, heerlijk. Maar dan ga je dus op je brancard door de dierentuin, moet ik dat zo zien? Ja, dat klopt. Dus normaal zou ik niet langer dan een half uur door de dierentuin kunnen zitten in mijn rolstoel. En nu heb ik de hele middag heerlijk op mijn brancard gelegen. En heb ik het de hele dag vol kunnen houden. Dus dat is erg fijn. Was het aan de ene kant ook niet hartstikke onwennig dat je dan op een brancard door een dierentuin wordt gestuurd? Ja, het is altijd raar. Omdat dat natuurlijk niet normaal is. Dus je wordt meer bekeken. Maar ik vond het heerlijk dat ik gewoon de hele dag buiten kon zijn. Dus dat heb je er dan wel voor over. Kan je kort aangeven waarom dit belangrijk is? Want je weet dat je gaat overlijden. Wat betekenen dan 2 dagen vakantie in een huisje nog? Ja, dat betekent voor ons echt heel veel. We zitten eigenlijk de laatste 8 maanden of in het ziekenhuis of bij ons thuis op de bank. En er gewoon even uit, even in een andere omgeving. Dat is eigenlijk al heel bijzonder dat nog kan. En dan helemaal dat je mensen tot je beschikking hebben die dat zomaar vrijwillig voor je doen. Dat is heel fijn. Nou, en ik hoop dat het duidelijk is dat de Stichting Ambulancewens en de vrijwilligers jouw geld kunnen gebruiken en nodig hebben. Dus bied veel geld voor de veiling. 25 april. Een speciale uitzending van de Roadshow om 2 uur op Radio 2. Lucia, dankjewel nogmaals dat je ons even te woord wilde staan. Dat we kort jouw vakantie mochten onderbreken. En ik wens je nog een fijne tijd hier samen met je man. Ja, dankjewel. En ik hoop dat er veel gestort wordt. En succes.